Oké, okay, doei dan. Sa frunnikte wat aan de hengsels van haar tas. Haar broertje mompelde een nauwelijks verstaanbare groet terug. Sa's moeder gaf haar een duwtje. Ze wilde natuurlijk dat Sa Sjoerd een dikke knuffel gaf en zei dat ze hem zou gaan missen, want dat deden normale broers en zussen. Zeker nu die dunne hippie erbij stond. De directrice van die superspeciale kostschool in Cornwall wist dat haar moeder niets liever wilde dan laten zien wat een perfect gezin ze toch waren. Ze gaf Sjoerd een snelle kus op zijn wang. Haar moeder sloeg haar armen om Saar heen. Dag schat, beloof je me dat je je best gaat doen? Saar gaf geen antwoord. Ik weet zeker dat het allemaal goed gaat komen, zei haar vader. Hij glimlachte zijn Colgate smile. De hippie, Miss Mortimer, zeg maar Anne, keek hem stralend aan, al had ze natuurlijk helemaal niet verstaan wat hij had gezegd. Mijn mooie dochter, zei haar vader, terwijl hij Saars haar door de war kroelde. Je zult zien, over een paar maanden ben je weer de oude. Als je je best maar doet in Saar, zei haar moeder. Saar zal een voorbeeldige leerling zijn, zei haar vader in het Engels tegen Anne. Zorg goed voor ons knappe meisje. Hij lachte hard en pakte Anne's hand vast, lang en stevig. Nou, lieverd, nu gaan we echt, zei Saars moeder. Ze opende het portier van de auto, wierp Saar een kushandje toe en nam plaats achter het stuur. Sjoerd hees zich op de achterbank en wist niet hoe snel hij de iPad weer moest pakken. Saars vader keek Anne nog een laatste keer diep in de ogen, liet het schoolhoofd eindelijk los en ging ook in de auto zitten. Anne greep Saar bij haar schouders vast. Alsof ze niet meer wist wat ze moest doen met haar handen, nu die niet meer werden vastgeknepen door Saars vader. Goede reis, riep ze. Ze schudde Saar een beetje door elkaar. Voor de vorm stak Saar haar hand omhoog. Haar moeder toeterde en trok op. Ik ben zo blij dat je er bent, Sarah, zei Anne. Ik heb zoveel over je gehoord. Ze glunderde. En even werd Saar bevangen door een mengsel van sympathie en medelijden. Iets wat ze ook altijd gevoeld had wanneer haar vroegere geschiedenisleraar verlegen en enthousiast een verhaal vertelde, terwijl niemand naar hem luisterde. Nu keek Anne haar recht in de ogen, ernstig. We gaan er een heel mooi jaar van maken, hè? Bij ons hoef je je nergens voor te schamen. Wat zouden haar ouders haar verteld hebben? Saar vond het maar niks. Het idee dat ze met z'n drieën over haar hadden zitten praten. Ze zou haar problemen zelf wel oplossen. Ineens omhelste Anne haar stevig. Saar verstrakte. Ze had liever niet dat mensen haar aanraakten. Zeker niet een vrouw die ze net 5 minuten kende en weet ik veel wat aan haar handen en kleren had zitten. Ik breng je naar de hal. Straks word je daar opgehaald door een van de oudere jaars die je naar je kamer zal brengen. Kom je? Anne liep voor haar uit in de richting van het landhuis. Ze leek op een heks, met haar roodbruine jurk met wijde mouwen en ruches, het lange krullerige haar en de stokjesarmen, zo dun waren ze. De hoge, met houtkrullen versierde poorten van de school stonden wagenwijd open. Daarachter stond het vol met mensen, sommigen in groepjes, anderen ongemakkelijk alleen. Je redt het verder wel, hè, zei Anne. Onthoud, mijn deur staat altijd voor je open. Enjoy! Ze zwierde weg, terwijl ze kreetjes slaakte en links en rechts leerlingen knuffelde. Hi, zei een jongen naast haar. I'm Wollebrand. Where are you from? Was dat tegen haar? Ze wachtte even, maar toen niemand iets zei, antwoordde ze Holland. Oh, wat leuk! Mijn zus en ik komen ook uit Nederland. Ben je ook nieuw? Saar draaide zich naar de jongen toe. Hij zag er even raar uit als zijn naam had geklonken. Hij droeg een verwassen ribbroek en zijn donkere haar was geknipt alsof ze een bloempot op zijn hoofd hadden gezet. Verwachtingsvol keek hij haar aan. Zijn ogen twinkelden en zijn mond stond een beetje open. Als Anne en deze Wollebrand representatief waren voor de bewoners van Mortimer Mansion, zou ze er snel genoeg van hebben. Ja, antwoordde ze, ik ben ook nieuw.